Mevrouw de rector Magnificus, meneer de decaan van de faculteit der geneeskunde, leden van de raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en haar zusterfaculteiten, dames en heren, collega's, studenten, familie en vrienden. Geef het volk brood en spelen is een uitdrukking die we waarschijnlijk allemaal wel kennen. De uitdrukking stamt uit de Romeinse tijd en slaat op de praktijk om de gunst van het volk te winnen door oppervlakkige behoeften te lenigen, namelijk eten en vermaak. Aldus Wikipedia, een online encyclopedie die volgens het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature al in 2005 vrijwel even betrouwbaar bleek als de Encyclopedia Britannica. Dat mag ook wel, er zit immers meer dan 100 miljoen uren aan mentale uren in, zoals in 2009 al becijferd door Clive Shirky. Maar heeft Wikipedia in de interpretatie van deze uitdrukking gelijk? Is spelen slechts een oppervlakkige behoefte van de mens? In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, zijn het niet de Romeinen die de bedenkers zijn van de vele spelen, zoals wij die nu kennen. Daarvoor moeten we nog verder terug in de geschiedenis. Naar het eerste boek van de historie, misschien wel het oudste stuk Griekse proza dat ooit is teruggevonden. In de historie verhaalt Herodotus, die leefde van 485 tot 420 voor Christus, over serious gaming, alhoewel het toen natuurlijk nog niet zo genoemd werd. Al 6000 jaar voor Christus was de dobbelsteen uitgevonden, maar deze diende enkel om geluk en toekomst te voorspellen. Volgens Herodotus werd het spel dobbelen pas veel later uitgevonden en wel in het koninkrijk Lydië, zo rond 700 voor Christus. Herodotus vertaalt in zijn historie hoe de inwoners van Lydië getroffen werden door een ernstige hongersnood. Tijdens deze hongersnood stelde de koning van Lydië, Atys, de regel in dat er de ene dag gegeten en gewerkt mocht worden, maar de andere dag niet. Op de dag dat er niet gegeten werd, moesten er spelletjes worden gespeeld. Zo was er afleiding van de honger en werd er voedsel uitgespaard. 18 jaar later leefden de Lydiërs nog wel, was dus het dobbelspel en inmiddels ook het balspel uitgevonden, maar was de hongersnood nog altijd niet voorbij. Daarom verzon de koning iets nieuws, het spelen van één laatste spel. De ene helft van het volk dobbelde tegen de andere helft en de winnaars kregen als beloning een waar episch avontuur. Onder leiding van een van de zonen van de koning, Tyrsenos, werden de winnaars op een boot gezet met de kans een nieuw leven te beginnen. Deze winnaars eindigden in Umbrië. Daar zo. Het latere Italië, waar ze zich succesvol vestigden. Dat is een goede zet, want zowel voor de vertrekkers als voor de achterblijvers was het daarmee nu wel genoeg te eten. Is dit slechts een mooi verhaal? Het zou zomaar waar kunnen zijn. Recente studies met behulp van mitochondriaal DNA, genomen van de moderne Toscaanse populatie, wijzen erop dat het DNA inderdaad overeenkomt met het DNA van oude bevolkingen uit het nabije oosten, zoals dat van de Lydiërs. Spelen heeft dus een lange traditie en dit epische verhaal is een mooi voorbeeld van de zinnigheid van gaming. In het verhaal schuilt de kracht van creatieve oplossingen voor het omgaan met problemen. De Lydiërs speelden namelijk niet omdat ze zich verveelden of omdat ze niets beters wisten te verzinnen, maar letterlijk omdat er geen brood was. Door op te gaan in het spel als ze honger hadden, konden ze simpelweg niet aan hun honger denken. Misschien inspireerde dit verhaal later een bekende Romeinse dichter, Juvenalis, die de uitdrukking panem et circenses, geef ze brood en spelen, bedacht. Horatius, Romeins krijgsman, voegde hieraan toe prodesse et delectare en miscere utiliduci, bij ons beter bekend als nut of lering en de vermaak of het nuttige met het aangename verenigen. Mijns inziens is dit misschien wel de eerste definitie van serious gaming. Naast toneelspel, schilderkunst, muziekspel, dichtkunst en literatuur hebben games sinds de oudheid een centrale plaats in de ontwikkeling van cultuur en samenleving. Toch heeft het nog lang geduurd voordat er wetenschappelijk onderzoek naar het begrip spel en het fenomeen spelen kwam. In zijn belangrijke werk Homo Ludens, proeven ener bepaling van het spelelement der cultuur uit 1938,
stadshistoricus, cultuurfilosoof en antropoloog Johan Huizinga dat leven, werk en taal niet de basis van onze cultuur is, maar dat cultuur slechts voortkomt uit spel. Hij stelt dat de mens dus wel moet spelen. Daar ligt immers zijn kracht. Door de spelende mens, homo ludens, centraal te stellen, verandert het begrip van spel en van de mens als maker, homo faber, oftewel van de maakbare mens. En dat biedt perspectief, want de maakbare mens, die kun je wat leren. Zoals blijkt uit het verhaal van de Lydiërs, die door spelen niet alleen hun cultuur veranderden, maar ook hun voortbestaan garandeerden. We kunnen het veranderen van cultuur door spel ook wel duiden met de term ludificering. Ludificering, het al dan niet bewust invlechten van spelelementen in ons dagelijks leven, zet ons aan tot ontdekking, participatie, teamspirit, samenwerking, engagement, experiment en betere prestaties. Ludificering in de moderne samenleving is zeker niet beperkt tot het culturele domein. Onze dagelijkse omgeving wordt meer en meer vormgegeven door technologie. Onze samenleving is in hoge mate gedigitaliseerd. En niet alleen tastbaar, maar ook virtueel, alom aanwezig. Het is een bijzonder moment in de tijd. Wij zijn van een waarlijk unieke generatie, omdat wij alle eigenlijk twee keer geboren zijn. U bestaat, waarschijnlijk in tegenstelling tot de dag waarop u ter wereld kwam, nu immers ook in cyberspace. In een via computerinteractie gegenereerde virtuele wereld waarin mensen communiceren. De moderne variant van ludificering begeeft zich ook in deze wereld en is daarmee beter bekend als gamificatie. Gamificatie gaat dus niet over het maken van games, maar over het bewust inzetten van spelprincipes en speltechnieken met behulp van computertechnologie om het menselijk gedrag op positieve wijze te beïnvloeden. Dat dit in de moderne technologische samenleving steeds meer de aandacht heeft, blijkt wel uit het feit dat het woord gamificatie in 2011 op de Oxford University shortlist voor woord van het jaar belandde en opduikt in trendrapporten van gezaghebbende trendwatch- en analyseinstituten zoals Gartner, Forbes en Deloitte. Het is bijna onvoorstelbaar, maar de personal computer is in Nederland pas commercieel verkrijgbaar sinds 1983. Al eerder waren er wel arcade-games, maar met de opmars van de computer nam de ontwikkeling van computerspellen pas echt een vlucht. Computerspellen zijn elektronische spellen die enkel met behulp van computers, zoals pc's, gamesconsoles en mobiele telefoons, gespeeld kunnen worden. Met de komst van de computer kwam er eigenlijk een heel nieuw soort van spel. Een spel wat naast uitdagingen ook een verhaal in zichzelf kan hebben. Een verhaal dat vaak beïnvloedbaar is. Waarvan de verhaallijn zich soms zelfs enkel verder ontwikkelt door het spelen zelf. Spel waarmee dus bij uitstek een beroep gedaan kan worden op de verbeelding en creativiteit van speler of spelers. Dit, samen met de verdere ontwikkeling van internet en technologie, zorgde voor een grootse verschuiving in de ontwikkeling en begrip van het fenomeen spel en spelen. Videogames, computergames en online games, die ook speelbaar zijn op mobiele computers, zoals uw telefoon, en in het verlengde daarvan serious games. In de video-industrie gaat inmiddels meer geld om dan in de muziek- en filmindustrie tezamen. Voor 2015 wordt door analisten voorspeld dat de videogame-industrie meer dan 91 biljoen dollar waard is. De game-industrie is daarmee een economische sector van betekenis geworden. Er wordt door steeds meer mensen steeds langer gegamed en onze cultuur gamificeert daarmee steeds sneller. Vaak wordt de term videospel als een synoniem gebruikt voor de term computerspel, maar strikt genomen is dit onjuist. Niet elk computerspel is immers een videospel of andersom. Dat gaming inmiddels ingeburgerd is in de Nederlandse samenleving blijkt misschien wel uit het feit dat de term game opgenomen is in onze eigen dikke vandalen. In tegenstelling tot hoe het daar vermeld staat, is de term game, mijns inziens, niet uitsluitend synoniem met een computer- of tennisspel. De strikte vertaling van het woord spel van Nederlands naar Engels is immers game, maar omgekeerd verwijst het woord game, volgens de Vandalen,
daarmee uitsluitend nog naar computers en het spel tennis als deel van een set. Dat is eigenlijk raar. Toch is het wel degelijk zo dat mensen die computerspellen spelen gamers worden genoemd en mensen die bijvoorbeeld voetballen niet. Het gebruik van het woord gaming of gamer heeft misschien daardoor niet altijd een positieve klank. Ook u denkt bij het woord gamer wellicht aan een puistige, te dikke puber met vettig haar die in een kelder van zijn ouder mystieke dwerven probeert te verslaan. Nou, mocht dat zo zijn, dan heeft u het mis. De gemiddelde gamer in 2015 is ongeveer 35 jaar oud en 44% daarvan is vrouw. Waarbij vrouwen van 18 jaar of ouder een significant groter deel uitmaken van de hele populatie gamers dan jongens van 18 jaar of jonger. Dat u het maar weet. Nu kunt u zeggen, nou en, waarom zit ik hier eigenlijk te luisteren naar een betoog over Lydiërs, videogames of computergames of games of wat maakt het eigenlijk uit? Word ik of wordt mijn dokter daar nou beter van? Wat is de importantie? Ik zal het u vertellen. Mijn leeropdracht richt zich niet primair op het aan de man brengen van games of van simulatoren. Boven de deur op mijn kamer in het AMC hangt echt geen bordje met Bart Smit. Wel kunt u bij mij aankloppen als u geïnteresseerd bent in de werkelijke waarde van games, simulatoren en apps en hoe deze in te zetten in de zorg, meer specifiek de heelkunde en de medische vervolgopleidingen. In deze tijd is het belangrijk om ons te verdiepen in de moderne technologie en kennis te nemen van de principes van ludificatie om informatie over te dragen. Om zo beter te begrijpen hoe we student, collega en patiënt optimaal kunnen motiveren zonder hem of haar iets te moeten opdragen. Het is eigenlijk simpelweg nadenken over what makes us tick en hoe dat slim te vertalen in overtuigingsstrategieën om het gewenste doel te bereiken. Simulatoren, al dan niet digitaal, en computers, al dan niet mobiel, zijn informatiedragers. Op zich zijn zij betekenisloos. Het gaat erom hoe computertechnologie creatief kan worden ingezet om op een systematische en meetbare wijze heldere doelen te bereiken. En daar komen we uit bij serious gaming, ook wel applied gaming genoemd. Serious games zijn voor mij de computertechnologie ondersteunde applicaties waarbij het meer gaat om kennisoverdracht dan om vermaak. Applicaties waar de kracht van vermaak, ontleend aan elementen van videogames, gebruikt wordt om kennis over te dragen, zonder dat gebruikers het gevoel krijgen onderwezen te worden. Hoe dat te doen? Kan dat met bestaande middelen? Ja, deels wel. Het is bekend dat videogames die niet voor de zorg zijn ontworpen, maar hier wel voor worden ingezet, kunnen resulteren in positieve effecten. Door te oefenen met populaire videogames zoals Super Monkey Ball 2, Star Wars Racer Revenge en Silent Scope kunnen chirurgen hun laparoscopische chirurgische vaardigheden verbeteren. Voorzichtigheid bij de interpretatie hiervan is wel geboden. Je kunt immers wel sneller worden in je oog-handcoördinatie en bewegingen als chirurg, maar daardoor ook heel snel foute bewegingen maken. Oefenen met simulatoren dan. Simulatoren hebben immers bewezen kennis en vaardigheden te kunnen overdragen. Dit hoeft overigens niet altijd digitaal te zijn. Er zijn uitstekende voorbeelden bekend waarin het gebruik van een niet-digitale oefenbox prima resultaat geeft in het trainen van laparoscopische vaardigheden van chirurgen. Het is nu al meer dan een decennium bekend dat virtual reality simulatoren, soms ook gebruikt als overlay op een fysieke bokstrainer, in staat zijn vaardigheden te trainen die op een operatiekamer van belang zijn. In de literatuur is inmiddels een stapel bewijs te vinden dat simulatietraining voor zorgprofessionals werkt. Maar niet alle kennis en vaardigheden nodig om een competente zorgprofessional te worden, kun je simpelweg trainen met simulatoren. Een patiënt laat zich niet één op één vertalen in een simulatorscenario of omgeving. Dat neemt niet weg dat er inmiddels diverse gevalideerde trainingsscenario's zijn voor individuele zorgprofessionals en behandelteams. Er is een bulk aan goede oefenprotocollen voor specifieke handelingen en situaties die prima te trainen zijn in een patiëntveilige simulatieomgeving. Toch hebben in de chirurgie
simulatiescenario's en simulatoren nog geen grote vlucht genomen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ja, simulatietrainingen en simulatoren werken, maar je moet mensen er wel toe verplichten er naartoe te gaan en er gebruik van te maken. Dat doen mensen helaas niet uit zichzelf. Zowel de ervaring als studies hebben aangetoond dat assistenten niet spontaan op een simulator gaan oefenen, terwijl ze echt wel weten dat ze er beter van worden. We weten allemaal dat om ergens werkelijk goed in te worden, of het nou voetbal, muziek of chirurgie is, er uren en uren aan oefening in gaan zitten. Moeten we als samenleving dan nu echt nog willen dat zorgprofessionals in opleiding, in feite al dan niet onder supervisie, oefenen op patiënten? Dit terwijl we weten dat een deel van de benodigde vaardigheden en kennis echt ook goed buiten de patiënt aan te leren is. Nog los van het patiëntveiligheidsvraagstuk is het maar de vraag of de assistent van tegenwoordig door het sterk gedifferentieerd patiëntenaanbod, de druk van de patiëntenzorg en de arbeidsuurregulaties wel in staat is om al die benodigde uren in de praktijk mee te maken. Een andere reden dat simulatietrainingen geen gemeengoed zijn binnen de chirurgie is dat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de collega's van de anesthesie en urologie, binnen de chirurgische beroepsgroep geen landelijke consensus bestaat over inbedding van het simulatieonderwijs in de opleiding. Kennelijk zijn wij chirurgen er nog altijd niet in geslaagd om over simulatietrainingen een positie in te nemen waarop ook gehandhaafd kan worden. Het is hoog tijd dat dit gaat gebeuren. In het AMC verplichten wij onze assistenten chirurgie wel om een simulatiebrevet in de laparoscopie te halen, alvorens zij als eerste operateur in de operatiekamer verrichtingen mogen uitvoeren. Maar dit is eigenlijk nog maar een kleine stap. Kortom, ja, simulatietraining werkt, maar dus niet goed genoeg. Waarom verwacht ik dan zoveel van serious gaming? Omdat bij serious games het unlearn teaching principe geldt. Goede games verschillen van simulatoren in de zin dat het voor de speler geen huiswerk is en je het gewoon kunt spelen waar je bent, on demand, bij voorkeur op je eigen handheld computer. In tegenstelling tot simulatoren appelleren games veel meer aan de intrinsieke motivatie van de speler. Dit omdat bij gaming het element van plezier een basisvoorwaarde is. Het kenniselement zit verstopt in diepere lagen. Ik noem het ook wel stealthy learning. Daarnaast is bij serious games de afstand tussen virtual reality naar real virtuality klein. Bij een goede serious game valt het verschil tussen werkelijkheid en virtualiteit als het ware weg. Net zoals bij een film zit je bij een goede game er helemaal in en is het moeilijk om je ervan los te rukken. Ook verwacht ik veel van crossovers tussen simulatoren en serious games, zoals bijvoorbeeld het spel Underground, wat op de Nintendo Wii te spelen is, een fantastische ontwikkeling. En er komt nog veel meer technologisch goeds aan. Met de komst van nieuwe gameplatformen zoals de HoloLens, de Oculus Rift, maar misschien ook wel Google Cardbox, kan iemand thuis zijn eigen virtuele wereld creëren. Een wereld waarin je je echt kunt onderdompelen en die veel aansprekender is dan een simulator op een assistentenkamer of een saaie oefendoos thuis. Ik ben ervan overtuigd dat als een gameomgeving maar reëel genoeg ontworpen is, met zorgvuldige inbedding van relevante connecties tussen de echte wereld en de gameomgeving, crossover van kennis en vaardigheden via games in de zorg binnen bereik is. De snelheid van deze ontwikkeling zal niet alleen afhangen van hoe serieus de professie en zorginstelling deze ontwikkelingen neemt, maar ook of geldverstrekkers, verzekeraars en subsidieverleners hierop in willen zetten. Helaas geldt in de zorg, en misschien nog wel sterker in het onderwijs, innovatie volgt het geld en niet andersom. Het ziekenhuis maakt geen geldelijk herleidbare winst door het opleiden van assistenten. Het opleidingsbudget van de individuele assistent is karig en daarvan moeten verplichte opleidingsonderdelen betaald worden. Het optuigen van een solide businessmodel rondom games, waarin een return on investment aangetoond wordt om investeerders te trekken, is mede daardoor buitengewoon lastig. Om investeringen überhaupt mogelijk te maken, moet natuurlijk wel zonneklaar zijn dat gaming in de zorg echt voorbij de gadgetstatus is. Er moet
analoog aan de ontwikkeling van medicatie en therapievoorstellen in de zorg, aangetoond zijn dat gaming in de zorg aantoonbaar positieve resultaten oplevert. Of dat nou patiënten betreft of degene die ervoor zorgen. De inhoud moet valide zijn, het resultaat moet betrouwbaar zijn. Dwarsverbanden tussen de creatieve industrie en het zorgdomein zijn hierbij voorwaarden. Laten we met elkaar nadenken wat de voorwaarden zijn om gamificatie in het medisch curriculum vaste vorm te gaan geven. Wanneer is spel in de zorg zinnig? In de opleiding tot zorgprofessional kan gamificatie, het toepassen van spelelementen in real life, ons veel bieden. In het najaar van 2013 hielden bijna 3000 Nederlanders een week lang minutieus bij hoe zij precies hun tijd besteden. Wat bleek? Per dag besteedt de gemiddelde Nederlander maar liefst 8 uur en 40 minuten van de tijd aan het gebruik van diverse media. Dat is slechts 4 minuten minder dan dat wij per dag aan slapen besteden. Van deze mediatijd neemt gaming, met name bij jongeren, een voorname plaats in. Een decennium geleden werd becijferd dat mensen als ze 21 jaar oud zijn meer dan 10.000 uur gaming achter de kiezen hebben. Hoewel precieze cijfers anno 2015 ontbreken, zou ik durven beweren, maak daar nu maar het dubbele van. Ik hoor menigeen van u nu denken, ja wat jammer, had die persoon in die meer dan 10.000 uur oefenen dan niet veel beter iets anders kunnen worden? Ja, zonde van de tijd, want je had ook een goede muzikus kunnen worden of een goede voetballer. Want dat valt immers onterecht niet onder de definitie van een gamer kunnen zijn. Iets waar je echt iets aan hebt. Want wat ben je na zoveel uur deliberate practice? Een virtuoos in gaming? Wat mij betreft een foutieve aanname. Aan gaming kun je heel veel hebben. Het is brain training. Door gaming worden je hersenen getraind om sneller verbanden te leggen, vrij te denken, oplossingen te zien, te zoeken naar het onbekende. Denk even terug aan het verhaal van die ongebruikte simulatoren. Wat zou het geweldig zijn als je mensen die zo bedreven zijn in het vinden van oplossingen door hun door gaming getrainde hersenen dezelfde tools kunt bieden om ze op te leiden en zorgproblemen te tackelen. En dat kan. Al in de oudheid werd immers de relatie tussen gamen, het vinden van oplossingen voor moeilijke problemen en het beleven van een episch verhaal gelegd. De games waar mensen nu een episch verhaal in vinden, zoals World of Warcraft, zijn multiplayer games die de speler voor moeilijke, maar bereikbare uitdagingen stellen. Het zijn niet weinig mensen die hier bijna een tweede bestaan in vinden. Dit 11 jaar oude spel heeft momenteel ongeveer 7,1 miljoen betalende spelers. En al die mensen zoeken naar oplossingen in een virtuele wereld. Over brainpower gesproken. Het AMC VUMC staat zelf ook aan de vooravond van een epische verschuiving. Het nieuwe patiëntendossier, zo waar Epic genaamd. Ook deze implementatietocht kunnen we alleen goed volbrengen met een goede teamspirit, waarin superusers de andere inwoners van onze digitale stad, het gecombineerde AMC-VUMC patiëntendossier, vooruit kunnen helpen. Niet dat superusers hier aanvullend voor getraind zijn, overigens. Let dus goed op, mocht u inspiratie hebben voor een serious game om Epic superusers te trainen, dan wissel ik natuurlijk graag met u van gedachten. Laten we het dan eens hebben over wat je onder een epic win in serious gaming kunt verstaan. Een epic win is wat je ervaart op het moment dat je bijvoorbeeld een moeilijke puzzel oplost. Het is een uitkomst die zo bijzonder en positief is dat je niet wist dat het mogelijk was tot het moment dat je het bereikt. Simpelweg omdat je het je van tevoren niet kon verbeelden. Het raakt je in de kern. Het maakt emoties bij je los. Een epic win kan dus voor iedereen anders zijn. Vandaar dat gaming in teamverband ook zo goed werkt. Door het delen van emoties worden deze immers versterkt. Rechts ziet u gezichtsuitdrukkingen van gamers die op het punt staan een epic win te behalen. Links de gezichtsuitdrukking van een bekende televisiedokter op het moment dat het kwartje valt en hij die moeilijke diagnose stelt. Ziet u de overeenkomst? Juist, emoties. Een goede gameomgeving is dus een fantastische,
ideële, virtuele en ideale omgeving voor studenten om in samen te werken naar een probleemoplossing binnen een epic story, een verhaal, een onderzoeksprobleem. Misschien zelfs wel op het moment dat er die student past, of in al die uren die hij of zij toch al in zijn of haar mediatijd zit. Maar waarom zou die student dat nu spontaan gaan doen? Hoe bouw je een serious game die ook daadwerkelijk gespeeld wordt, als iemand ook kan kiezen voor Angry Birds, Candy Crush of World of Warcraft? Natuurlijk begint het met het goed definiëren van het probleem, het kennen van je doelgroep, het betrekken van je stakeholders, het verwerven van fondsen, etc. Maar daarnaast is het belangrijk om als dokter juist niet op de stoel van de game designer te gaan zitten. Dat ga ik nu toch een beetje doen en dat permitteer ik me omdat ik ook een designachtergrond heb en u graag daar iets van mee wil geven. Om een goede game te maken moet je het te trainen probleem loskoppelen van de werkelijkheid zonder het perspectief erop te verliezen. Dat laatste is erg belangrijk. In tegenstelling tot wat veel simulatoren beogen, het zo getrouw mogelijk nabootsen van de werkelijkheid, kan dit nabootsen afbreuk doen aan de werkelijke kracht van de game. De werkelijkheid is immers niet altijd leuk of spannend. Plus het risico bestaat dat de verbeelding verloren gaat. De kunst zit erin het te trainen probleem, in meer of minder abstracte vorm, als het ware te versleutelen in de game. Door het spelen van de game worden vaardigheden versterkt die in real life bruikbaar zijn. Om mensen te verleiden tot spelen is het belangrijk om games te ontwerpen die niet alleen raken aan het positieve in de mens. Dat is de mens nou eenmaal niet. In ieder van ons schuilen ook donkere kanten. Deze psychologische constructen onderbelicht laten in een game is niet alleen naïef, maar ook dom. Dat moeten we echt nog veel beter leren vanuit de commerciële games. Computergames die commercieel succesvol zijn en dus ook daadwerkelijk gespeeld worden, triggeren naast goede ook minder fraaie psychologische constructen die samen feitelijk ons geweten aanspreken en de kern van ons handelen vormen. In tegenstelling tot simulatoren blijken computergames daarom bijzonder verslavend speeltuig. Het kan toch geen toeval zijn dat we zowel bij drugs als bij computers over gebruikers spreken. De speler die commercieel succesvolle spelletjes speelt, wordt immers voortdurend verleid tot het blijven spelen. Hem of haar worden beloningen in velerlei vorm geboden. In succesvolle commerciële games gaat de speler of diens tegenpartij niet zelden ten onder aan hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, gulzigheid, wraak en gemakzucht. Niet voor niets verwijs ik hier naar de zeven zonden. Maar daarnaast kan een episch verhaal ook juist gewonnen worden. Door wijsheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing, moed, geloof, hoop en naaste liefde. En volgens Plato, toch ook niet de minste, kunnen in tegenstelling tot deze zeven zonden deze deugden worden aangeleerd en door spelen zelfs verder verdiept worden. Volgens mij sluit dat prachtig aan bij de theorie van de maakbare mens. Het is dus de kunst om een game zo te ontwerpen dat doelen bereikt worden en positieve effecten hoger scoren dan mogelijk negatieve effecten. En mag daarbij niet vergeten worden om mogelijke bijeffecten en onbedoelde schade ook te meten en te wegen. Omdat een goede game uitnodigt tot spelen, vindt bekrachtiging intrinsiek plaats. Goed gebouwde games appelleren aan de intrinsieke behoefte om te spelen, waarbij het kennis-element immers slim verborgen is. Een goede balans tussen deze elementen houdt mensen aan het spelen, een voorwaarde om er wat van te kunnen leren, terwijl er ondertussen verandering en verdieping in de onderstroom plaatsvindt. Denk nu nog even terug aan die 10.000 uur gamen, als het momenteel al niet veel meer is. En bedenk u dan dat een Nederlands kind dat na het basisonderwijs naar het VWO gaat en dit nominaal doorloopt, in totaal 12.950 uur op school doorbrengt. Een schoolverlater die geneeskunde wil gaan studeren, heeft dus bijna net zoveel uur regulier onderwijs genoten als in zijn of haar vrije tijd gegamed. Het is dus onze taak als opleiders in de zorg om deze jonge generatie die voor de zorg kiest ook de juiste handvaten te bieden om te kunnen excelleren. Handvaten waarin ze in de virtuele wereld al bekend zijn. Handvaten die ze dus goed kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen in de werkelijke wereld. Spelvormen die nu al gebruikt worden als favoriet tijdverdrijf,
waardoor medici vaak nog gezien worden als onnuttig en afleidend. Zo inzetten dat vaardigheden die hieraan ontleend zijn ook doelmatig gebruikt kunnen worden. Dat kan alleen door het aanbieden en mede ontwerpen van de juiste tools. En mocht u nu denken dat u al heel goed bezig bent omdat u heel hip al e-learning aanbiedt, dit is van een geheel andere orde. E-learning ontstijgt slechts zelden de status van een pdf achter glas. De uitdaging van gamificatie en ludificering in de zorg is om schijnbaar oppervlakkige game mechanics, zoals punten scoren, badges verzamelen en nieuwe levels ontsluiten, te gebruiken om objectiveerbare transfer van kennis en vaardigheden mogelijk te maken. Dat versta ik onder meaningful play. Ik ben er trots op te kunnen melden dat het AMC voorop loopt in het wetenschappelijk ontwikkelen en inzetten van serious games voor zorgprofessionals. Recentelijk zijn de eerste games Medialis en Dr. Game Surgeon Trouble beschikbaar gekomen, nu juist genomineerd voor beste game. Het proefschrift van Dr. Maurits Graafland, de eerste proefschrift over serious gaming in de zorg, is hiervan mede resultante. Een mooi avontuur dat pas net begonnen is. Ik heb u meegenomen in een verhaal over de toepassing van serious games in de zorgopleiding. Maar hoe zit het nu met gamificatie in de gezondheidszorg zelf? Games om de aandacht van studentengeneeskunde te vangen en vast te houden, of het gebruik van speltheorie om biologische processen in kaart te brengen. Misschien verwijst ludificatie zelfs wel naar de onderlinge wedloop van wetenschappers. Wij zoeken immers alle naar strategieën om zo snel mogelijk omhoog te komen op de citatieindex, ons wetenschappelijke leaderboard. De kunst is natuurlijk om wel zuiver te blijven in het spelen van de spelletjes. Er zijn er inmiddels vele, maar ik zal u een tweetal voorbeelden geven van gamificatie in de zorg en aanzet tot gewenst gedrag met behulp van games. Ten slotte ben ik naast chirurg ook gezondheidsvoorlichter. En er gebeurt een hoop moois. Een experiment dat mij enorm aanspreekt vond plaats in Stockholm, waar men de traptreden in het Odeplan metrostation in Stockholm bekleedde met pianotoetsen, die bij het betreden een bepaalde klank produceerden. Zou dit nou niet mooi zijn in ons ziekenhuis? De foto's op de liftdeuren zijn fraai, waarbij een vergelijkende studie tussen de effectiviteit van de foto's op de liftdeur en een gave muziektrap durf ik de uitkomst wel te voorspellen. Ik zie zomaar de obesitasindex omlaag schieten, quatremainstukken spontaan veranderen in quatrepied en de revalidatieperiode van menig patiënt die nu op de trap oefent bij ons fors bekort. Een mooi voorbeeld van de kracht van gaming in de kern van de zorg is het Voldit-spel. Met dit spel hebben gamers het onderzoek in het onderzoeksgebied moleculaire biologie een doorbraak bezorgd. Spelers van Voldit, let wel,
mensen zonder achtergrond in moleculaire biologie, kregen op hun computerscherm ketens van aminozuren te zien. Bouwblokken van cellen die ze moesten zien te verbinden. Een soort van digitale Kenex. Een game waarmee je stukjes op een unieke manier aan elkaar moest zien te puzzelen. De spelers kregen de structuur van het Mason Pfizer retroviraal protease te zien. Dit is een proteïneknippend enzym wat geproduceerd wordt door een virus dat een AIDS-achtig ziektebeeld veroorzaakt in rhesusaapjes. Wetenschappers en computers probeerden al meer dan 10 jaar de puzzel van de structuur van het enzym op te lossen. De spelers van Foldit lukten dit in 3 weken. Dit heeft bijgedragen tot nieuwe inzichten waarmee ook nieuwe antiretrovirale medicijnen konden worden ontworpen. Elke voldoende vergevorderde technologie is niet te onderscheiden van magie. Zoals gezegd kan technologie niet losgezien worden van de cultuur waarin we ons bevinden. Een voorbeeld. In 1993 kwam de allereerste smartphone op de markt. Nog maar kort geleden zou deze innovatie, behalve nieuwsgierige blikken, waarschijnlijk ook ongeloof, gelach en misschien ook wel angst hebben opgeroepen. Kortom, ware magie zijn geweest. Zo geldt ook dat zaken die ons vandaag nog onmogelijk lijken, in de nabije toekomst werkelijkheid zullen zijn. Misschien ben je pas echt een visionair als je kunt voorspellen welke innovatie een lege huls zal blijken te zijn en welke niet. Visionairs zijn echter dun gezaaid. Futuristen, of mensen die zichzelf homo disrupticus plegen te noemen, zijn er vele. Futuristen staan graag op de bühne met het liefst de laatste gadgets die volgens hen de wereld gaan veranderen, binnen en buiten het zorgdomein. Ondertussen ontstaan er hele musea aan ongebruikte innovaties. Het is uiteraard belangrijk dat innovaties kunnen en mogen falen, dan kom je anders verder. Maar hoe moeten we in de zorg nu weten wanneer sepsis over een innovatie op zijn plaats is? En daarnaast zeker zo belangrijk wanneer sepsis eigenlijk geen sepsis is, maar een verkapte uiting van intolerantie of kortzichtigheid. De computer heeft ons een eerste nieuwe werkelijkheid gebracht. De mobiele telefoon een tweede. En binnen afzienbare tijd, daar ben ik van overtuigd, draagbare technologie, waarmee bijvoorbeeld zelfmonitoring mogelijk is, een derde. De industrie zelf merkt daarbij op dat games, ooit ontworpen om puur te entertainen, nu ingezet worden om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ik durf te zeggen dat zowel patiënt als professional baat kan hebben bij serious gaming en toegepaste mobiele en draagbare technologie in de zorg. Maar dan moet het wel werken, aantoonbaar valide zijn en mag het de patiënt en diens privacy niet schaden. Data die verzameld wordt, moet betrouwbaar en zinnig zijn en met een vraag verzameld worden om bij te kunnen dragen aan de zorg voor de individuele patiënt. Games, wearables en medische apps kunnen zeker bijdragen aan het welzijn van een persoon. Maar dat is iets geheel anders dan dat zij de dokter kunnen vervangen of zelfs ondersteunen in de zorg voor de patiënt. Een dokter is niet alwetend, maar heeft wel gezworen of beloofd naar beste oordeel en vermogen leefregels voor te schrijven, te zorgen voor zieken, gezondheid te bevorderen en zeker geen kwaad te doen. Een patiënt mag en kan daarmee gerechtvaardigd vertrouwen op de zorgprofessional. In geval dat daar twijfel over is, kan de patiënt zich wenden tot een ander of zich beroepen op klachtenprocedures en regelgeving. Op dit moment is er, ondanks een voelbare push vanuit de industrie en samenleving, nog een flinke afstand te overbruggen tussen patiënten die al dan niet digitale data over zichzelf willen aanbieden en het patiëntendossier. Het wordt artsen nogal eens aangevreven dat zij vertragend zijn in de adaptatie van genoemde innovaties in de zorg. Dat is niet zonder reden. Een recente studie uit de Mayo Clinic in de Verenigde Staten toonde aan dat op dit moment artsen onvoldoende in staat zijn om klinische beslissingen te maken op basis van aangeleverde metingen door patiënten. Gewoonweg omdat deze onbetrouwbaar of onvolledig bleken. In dit geval ging het om digitaal aangeleverde bloeddrukmetingen. In slechts 7% van de 624 metingen door 365 verschillende patiënten gegenereerd bleek een betrouwbare interpretatie volgens geldende richtlijnen voor behandeling mogelijk. Begrijpt u mij goed, er is niks mis met het feit dat mensen zichzelf willen meten. Voor patiënten zelf kan een health selfie
behalve relevant, misschien ook gewoon leuk zijn. Maar data verzameld in een persoonlijk gezondheidsdossier is op dit moment niet één op één te schakelen met metingen en data zoals verzameld in een elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis. Zelf verzamelde data is vaker niet dan wel klinisch relevant. Zolang de patiënt metingen niet volgens strak geprotocoleerde richtlijnen verzamelt, richtlijnen die de patiënt dus zelf ook moet kunnen uitvoeren, de benodigde metingen consequent verzamelt met betrouwbare apparatuur en op de juiste manier doorgeeft, is het gevaarlijk om er klinische beslissingen op te baseren. Het is dus heel belangrijk om patiënten hierover goed te informeren. Dit om teleurstellingen en frustraties bij zowel patiënt als zorgprofessional te voorkomen. En dat heeft dus niets te maken met onwelwillendheid, maar wel met het gebruiken van je gezonde verstand. Ik geef u nog een laatste voorbeeld. Uit studies is bekend dat zorgprofessionals een gemiddelde diagnostische accuratesse voor symptoomidentificatie behalen in de range van 85% tot 90%. In juni van dit jaar stond er in de British Medical Journal een belangwekkend onderzoek waarin 23 gratis apps en websites werden geëvalueerd. Apps en websites die mensen kunnen raadplegen om zichzelf te kunnen diagnosticeren of zo nodig zelf te verwijzen als ze klachten hebben. De onderzoekers ontwierpen 45 gestandaardiseerde neppatiënten die ze op dezelfde manier vragenlijsten lieten invullen bij de 23 verschillende symptomcheckers. En in slechts 34% van de gevallen werd door de sites en apps de juiste diagnose gesteld. Zorgwekkender is dat in 58% van de gevallen deze zogeheten symptomcheckers de juiste diagnose niet eens in de top 20 stond. Het zelf verwijzen, wel naar SEA, niet naar SEA, zelfzorg, ging maar in iets meer dan de helft van de situaties goed. En deze studie is nog een overschatting van de waarde van zelfdiagnostiekcheckers, omdat de patiëntvignetten zonder comorbiditeit ontworpen waren. Ook werden de juiste medische termen voor de symptomen gebruikt, waar de patiënt in de spreekkamer vaak gewoon spreektaal gebruikt voor het omschrijven van de klachten. Natuurlijk haasten de makers van deze sites en apps zich in een reactie te vermelden dat de tools nog niet bedoeld zijn om diagnostiek door artsen te vervangen, maar om mensen beter te informeren en in staat te stellen de juiste vragen te stellen aan de behandelaar. Met dat laatste is uiteraard niks mis. Waar wel iets mis mee is, is dat deze nuance door de makers vaak juist niet uitgedragen wordt. Sterker nog, er wordt uitgedragen dat je er zelf een betrouwbare diagnose mee kunt stellen. U begrijpt, een bron van onrust en zorg voor menig dokter die vaak kostbare consulttijd nodig heeft om een patiënt goed te informeren, wel nuances aan te brengen en misstanden te ontzenuwen. Het is dus niet zo gek dat dokters afwachtend zijn in het omarmen van nieuwe technologie. En hoewel u dit misschien niet van mij verwacht, ben ook ik hier liever een gezonde homo-scepticus in. Maar wel een nogal nieuwsgierige, met een open blik naar de toekomst. Op dit moment is het echter niet alleen onzinnig, maar ook schadelijk om apps als vervanging van de dokter te propageren. De nuance, ervaring, kritische blik en reflectie van de dokter is nu nog niet optimaal in techniek te vangen. Werkelijke klinische relevantie van mobiele technologie in de zorg gaat dus over de vraag welk probleem we nu eigenlijk proberen op te lossen en of de wijze waarop we dat doen werkt en betrouwbaar is. Echt goede apps moeten niet alleen bijdragen aan het informeren van de patiënt en het beter toegankelijk maken van de zorg, maar ook aan de relatie tussen patiënt en de zorgverlener. Ik denk dat de Hospitality App hiervoor exemplarisch is. En ik hoop dat de resultaten van het promotieonderzoek dat daarna gestart is, ons alle belangwekkende nieuwe inzichten zullen geven. Tot slot. De toekomst is maakbaar omdat de mens dat is. Maar zolang het brein niet open is, niet uitgedaagd wordt, is de toekomst verder weg van de realiteit dan nodig. Laten wij elkaar dus vooral blijven uitdagen in het spel van het leven, in real life en virtueel, opdat we zorgverleners en de zorg naar een hoger level kunnen brengen. Kansen kun je alleen maar verzilveren als ze je worden aangereikt of als je erop attent wordt gemaakt. In de wetenschap, dat ik bij lange na niet volledig kan zijn, wil ik toch een paar namen genoemd hebben. Op tweede kerstdag om 7:30 ochtends werd ik wakker door mijn piepende mobieltje. Marcel Levy stuurde me een berichtje met de titel voor deze leerstoel: Lijkt me geen probleem en wordt vervolgd.
Dit typeert de onconventionele, open sfeer waarin innovatie voor het AMC uitgedragen en gesteund wordt. Ik stel mij graag ten taak hieraan bij te mogen dragen. Marcel, bijzonder veel dank aan jou als decaan en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC. Natuurlijk ook zeer veel dank aan de andere leden van de Raad van Bestuur en het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam voor mijn benoeming en het in mij gestelde vertrouwen. Mijn loopbaan is niet die van een typische chirurg, maar dat maakt wel dat ik hier sta. Ik ben nog altijd blij dat ik achtereenvolgens aan de Design Academy in gezondheidswetenschappen kon studeren voordat ik besloot uiteindelijk arts te willen worden. Marielle Glens, Claudia Vermeulen, Annemarie Sanders, Alwin de Vries, Sascha Mulder en ik vergeet er een heleboel. Wat hebben we veel gelachen en wat fijn dat jullie er vandaag zijn. Ton en Marjan Bolsjes waren er maar meer huisartsopleiders zoals jullie. Professor Jakimowicz, ik kan nog steeds niet goed Jack zeggen. U bood mij de kans om iets met de simulatormeisje, dat is echt iets voor jou, te doen. U bent de ware frontrunner in innovatie en onderwijs voor de laparoscopie, liet mij volledig vrij in het bedenken van een validatiestrategie voor simulatoren. Door uw visie en support kon ik tijdens mijn assistententijd mijn proefschrift schrijven. Dank ook aan de basis- en assistentenploeg van het Katrien en aan Arno Omen en René Klaassen in het bijzonder. Willem van der Ham, dank voor je oprechte interesse door de jaren heen en je zorg ook voor mijn familie. Ik ben gevormd in het Katrien. Het was hard werken, niet zeuren, enorm gezellig. Geboren en getogen, Eindhoven de gekste. De Rotterdammers en de ijsvogels, een warm nest om opgeleid te worden. Enorm veel geleerd en ik had als chirurg niet beter uit kunnen vliegen dan onder Imro Dawson. Lieve broeders, Koen van Dongen, Werner Draaisma en Esther Konsten. Goede herinneringen aan de Utrechtse tijd deel ik vooral door en met jullie. Dank daarvoor. Over kansen en toevalligheden gesproken. Willem Bemelman, die taxi met jou delen was de beste rit ever. Titia, voor je gevraagd en ook ongevraagd geven van je oprechte Rotterdamse visie. En Koen van Dongen, je mag me altijd Twitterberichtjes sturen. De Principal Educators Group van het AMC en de medewerkers van het Centrum for Evidence-Based Medicine. En ook het Onderwijsinstituut. Jullie enthousiasme, inzet en hart voor onderwijs is groot. Het geldt zeker ook voor de MIC, Medische Informatiekunde, Monique, Linda en Leonard. Ik zie uit naar alle projecten. De MDL-sectie, het Motiliteitslab, Arjen Bredenoord en in het bijzonder André Smout. Jullie zijn een topteam. Met jullie werken is er genoegen en André, afscheid nemen bestaat niet. We blijven gelukkig nog jaren samen de Motsierpoli doen. De promovendi, en zij die binnenkort gaan promoveren. Koen van Dongen, Henk Schreuder, Siska van Bruwane, Mirjam Opdijn, Maurits Schaafland, Fabi Wildenbos, Erik Edelman en Ria Termeijer. Feest om ideeën te delen en tot wassen om te brengen. Ook Esther Barstom en Ewout van Hees, heel veel dank voor het enthousiasme, gespendeerde weekenduurtjes en het verzette werk. Alma Schaafstal, zonder jouw enthousiasme was ik wellicht nooit in de games beland. De medebestuursleden van de Dutch Society for Simulation in Healthcare en board members of the International Society for Wearable Technology in Healthcare Watch. Thanks and let's fully enjoy the journey ahead of us. De projectpartners en voormalig projectpartners uit Growing Games, Pieken in de Delta, Games for Health, the games have only just begun. The people from TEDCAS, thanks for enabling me with your unique and amazing presentation software. Much appreciated and looking forward to the progress of Revalidate in the Growing Games project. Mijn huidige en voormalige collega's in het AMC, assistenten, artsonderzoekers, secretaresses van de afdeling heelkunde, het chirurgisch lab, Goos en Lindy, op het IWO en in het bijzonder de GE-sectie van de afdeling heelkunde. Jullie collegialiteit, steun en vriendschappelijkheid maken onze afdeling een plaats waar ambitie gesteund wordt, heel goed voor patiënten gezorgd wordt en waar heel veel meer ons deelt dan verdeelt. Het zorgt ervoor dat ik elke dag met oprecht plezier naar mijn werk ga. Dirk en Dink, dank voor jullie leiding, support en interesse in mijn persoon en initiatieven die jullie misschien niet eens altijd helemaal begrijpen. Ingrid, dank voor je ondersteuning en Joke, je bent goud. En lieve Els, je mag nooit meer weg uit het AMC. Ooit hoop ik de fever van vandaag te mogen retourneren. De mooiste kans is mij natuurlijk helemaal aan het begin van mijn bestaan geboden. Ik was er niet geweest zonder mijn ouders. Helaas kan ik ze vandaag niet meer laten glunderen. Mijn familie is misschien maar klein, maar mijn geluk is groot.
Rem, ik ben enorm blij met jou. Ik had me geen betere partner in life kunnen wensen. Dat we dus nog maar heel lang en met net zoveel plezier samen ons eigen epische verhaal mogen beleven.